3-3 dus. Een gelijk spel en dat hij eigenlijk in Belfeld niemand meer verwacht. De overwinning leek zeker in de rust en toch kwam Azeroy dus nog terug. 3-3 spectaculaire uitslag toch? En er vielen nog veel meer doelpunten in die vierde klasse D. We gaan naar SVC 2000 in Neel. Die speelde tegen promovendus Sint-Odiliënberg. En SVC dat degradeerde en hij dus de beste papieren. Ze zouden het sterkste moeten zijn. Maar of ze dan ook wonnen van Berg, dat gewoon van nieuw zijn. Bij SVC was het sowieso heel erg druk afgelopen zondag. Ze besloten om met de hele vereniging het seizoen te openen. Dit is Soufiane Touzani. Als je hem nog niet kent, het is de bekendste strootvoetballer misschien wel van de hele wereld. Het is inmiddels al 11 jaar geleden dat hij een YouTube-hit scoorde toen hij zijn unieke voetbalkunsten liet zien op internet. En hij inspireerde door met voetballers wereldwijd. Touzani is ook de meester van de panna. Met voetballen op straat scheidt het eigenlijk niet om de doelpunten, maar vooal om de trucs die ze laten zien. En als ze die net tegenstander kunt passeren door de bal door de benen her te schieten, dan krijgt ze op straat natuurlijk de allermeeste waardering. Touzani was de gast bij SVC 2000 om samen met de hele vereniging het seizoen te openen. En ook bij de jeugd in Neel is hij ongekend populair. Want als de Touzani dicht door de been speelt, dan is dat niks om veel te schamen. Bij SVC 2000 willen ze er een traditie van maken om elk jaar gezamenlijk het seizoen te openen. Een nieuw seizoen voor de boeg. Ik weet niet of je dit elk jaar doet, maar ik heb het groots aangepakt om de start te vieren. Ja, dit is de tweede keer dat we dit doen. De bedoeling is dat we elk jaar de start van de nieuwe competitie met elkaar gaan doen. Mensen hebben elkaar in de tijd niet gezien. Ze zijn op vakantie geweest, ze hebben heel veel verhalen te vertellen, hebben er wel zin in. We zijn best een vereniging waar heel veel mensen actief zijn. We hebben vandaag ongeveer 160, 170 actieve deelnemers in 70-7. Ons eerste vrouwenteam speelt toe, ons eerste mannenteam. Nou, we hebben hier een freestyler net aan de gang gehad. We hebben het Lekker Bezig project wat gestart is. Het bruist vandaag van de dingen die te maken hebben met het starten van een nieuw seizoen. En wordt uiteindelijk omgeheet dat Belkemot weer in het net dit jaar? Hè? Ja, het Belkemot in het net, dat kunnen we vandaag met z'n allen prima oefenen. Voor overigens oefenwedstrijden te plannen als vrienden allemaal tegen de bal trappen en in het net raken, dat gaat toch heet het om. We hebben nu een publiekstrekker, we hebben dadelijk om 2 jaar nog een aantal onderscheidingen voor vrijwilligers. Vind je ook belangrijk om bij de start van de competitie steeds te doen. We hebben om 4:30 nog om 2:30 demonstratie van het walking voetbal, een nieuwe vorm van voetbal. Dus we proberen eigenlijk alle groepen die we in de vereniging hebben, de kleinste, de oudste, de meest fitte en de minder fitte, die proberen we allemaal een plek te geven vandaag op dit evenement. Ja, we zijn als bestuur heel druk bezig geweest nu met de voorbereiding van de competitie. We hebben het clubhoes van de zomer gepimpt, splinternieuwe keuken. We zijn met een aantal vrijwilligers nu bereid om ook service voor de ouders die langs de lijn stonden te kaai te lien. Om dan hier de koffiehoek open te doen, dat is dus gelukt. En we hebben natuurlijk als eerste elftal weer aan de startblokken met de nieuwe trainer Ricardo. Ze hebben al een paar leuke wedstrijden in de beker gespeeld en van vandaag weer van start. Vlak voor het begin van het nieuwe seizoen kwam de nieuwe trainer van SVC 2000 plotseling te overlijden. En moest de club op het allerlaatste moment nog een nieuwe hoofdtrainer zien te vinden. Ricardo, een nieuw seizoen voor de boeg. Vond ik zelf wel verrassend dat ze weer op het INS terug bent. De aanleiding daarvan was ook helemaal niet zo leuk voor SVC. Hè? Nee, inderdaad. Ja. Kijk, de aanleiding is inderdaad heel erg triest. Goed, dat huurde gewoon mondig geopend. En dan kijkt de club ook natuurlijk verder, maar ook verder kijken. Dinsdagavond kreeg een telefoontje. En goed, dan woonden ze zo met elkaar om tofel. En vrij allebei een goed gevulde bij. En ze heeft eigenlijk gewoon met elkaar in de slag gegaan. Ja. Zo kwam ze eigenlijk ook wel een beetje op het laatste moment nog bij de club binnen. En dan was er gelijk al de voorbereiding in. Hè? Wie is dat gegaan tot nu toe? Ja, heel raar, want de eerste training wordt er wel. Maar goed, onder leiding van Maurice Voestemans had ik al 2 weken vakantie gepland. Want helemaal ook geen club high. Dus in die tijd Maurice Voestemans er ook de taken waren genomen. En dan bij vakantie is direct in de wedstrijd en zijn we erin gerold. Dus voor mij inderdaad een korte voorbereiding. Een goed aantal jongens kost zich al. En we zullen het gewoon zien vandaag. Ja. En de clubhouders zijn ervan niet te leren kennen. Nee, ja, goed, wat ik ook een keer hier heb gezegd. Dus voor mij ook als toeshonk, de mensen die ken ik, de club ken ik. Ik heb er zelf natuurlijk jaren gespeeld. Dus voor mij is het een toeswedstrijd. Ja.
heb je de bijkerprogramma's al achter de rug. En dat zijn meteen even de eerste krachtmetingen, zeg maar. En je zit door naar de volgende ronde. Dus ja, daar hoef je zich al niet meer zorgen over te maken. Nu. Nee. Goed, dat van de Amstel Cup gewoon winnen. Ja, goed, de kans is natuurlijk heel klein. We zijn door naar de volgende ronde. Maar goed, zijn ook natuurlijk voor ons gewoon oefenwedstrijden. Dat voor iedereen een bot gezien. Iedereen heeft een beetje gebald. Vakantie nog, zijn er nog geweest. Ja, goed, dat vandaag moet het gebeuren. Ja, vandaag de tegenstander, wat werd ze daarvan? Helemaal niks, zal ik het zo zeggen. Nou goed, vrij beperkt. Goed, de eerste 5 tot 10 minuten, dan zijn we toch wel langs de kant. Ook wel gaat voor over de tegenstander. Goed, ook in andere spelletjes, maar het moet gewoon van de eigen kracht, ook vandaag. Als we ze speelt, vind je veel mensen te leeg. Wat vinden ze daar zelf van? Ja, goed, een aantal jongens spelen inderdaad ook zelf naar de eerste, in de eerste klas. Helaas gedegradeerd naar de 4e klas. En onze taak vanuit de club noemen ze mogen te gaan kijken met elkaar. En werden ze leeg. Dat is op dit moment eenmaal zo. Ja, goed, vanuit een groot fundament, vanuit de vereniging proberen we dat omhoog te krijgen. En ja, goed, als vaandelteam moeten we door het laten zien wat voor weerd zijn. Hebben ze die opdracht ook gekregen van het bestuur? Is promotie wel echt iets wordt vergroot dit jaar? Of zit er nog te boeien? Nee, goed, is ook nog inderdaad boeien. Er is ook een opdracht met gekregen, hè, de most dit of de most dat. Ik denk dat met de jeugd die we hebben en met de spelers die we hebben, gewoon leuk en trekkelijk voetbal konden gaan spelen. En we dat resultaat straks mogen zien, dat zien we wel. Maar goed, een winstop kunnen we wel eens de balans op gaan maken, joh. Bescheidenheid dus van de kersverse trainer van SVC 2000. Maar Ricardo Wassenberg zal toch moeten erkennen dat tegen een ploeg als Sint-Odiliënberg gewoon gewonnen moet worden. Want vorig seizoen in die 3e klasse was de ploeg absoluut niet kansloos, maar degradeerde toch. En dus spelen ze in de 4e klasse. En moeten ze het opnemen tegen een ploeg die vorig jaar nog in de 5e klasse speelde en met een beetje geluk promoveerde. En deze speler scoorde dan nog in de eerste helft de openingstreffer. Rachid Moussant van SVC 2000 scoorde de 1-0. En de speler die nu in balbezit komt, die maakte er 2-0 van. Björn van de Venne. Van de Venne opnieuw met de kans. En dit keer de redding van keeper Denissen van Sint-Odiliënberg. 2-0 dus de ruststand. En SVC in de tweede helft op zoek naar een grotere voorsprong. En kansen waren er genoeg. SVC combineerde er lustig op los. En was in de bal aan de zijkant komen. Die de midopgekomen Luc Ratering. En dan werd de bal uiteindelijk toetkörner voor werk. Door verdediger Jannes Muizers van Sint-Odiliënberg. De Kulmer komt dan achterin. Wordt teruggekopt. Veld voor de voet. Van invaller Steven Marijn. En daar schiet de bal uiteindelijk neer. Veel kansen dus al de hele wedstrijd voor SVC 2000. Dat duidelijk een matje te groot is voor de gasten uit Sint-Odiliënberg. Dat wil niet zeggen dat Berg geen kansen kreeg. Af en toe komen ze er geveerlijk goed over de zijkant. Via Jonathan Hermans natuurlijk. En de voorzet is goed. Maar Dirk van Beek, de spits, die is net een muitje te klein. En Cup onder de bal door. 2-0 de stand. En dat bleef heel lang op het scorebord staan. Als dan Rachid Moussant weg wordt gestuurd. Moussant gaat de keeper voorbij. Maar daar zult er nog aan. En toch het shot. En dat gaat veel langs. Goed ingegrepen door keeper Denissen van Berg. Duidt net genoeg om het doelpunt te voorkomen. En Moussant was Dunbies in de tweede treffer. Diepe bal en heel vrij metgenomen door Jonathan Hermans. En daardoor staat de keeper voor zijn goal. En dan is de lop heel vrij, maar dat is niet helaas richting een doelpunt. Ja, als de bal erin gaat, is het een werelddoelpunt. Maar het zit Berg niet midden in deze wedstrijd. En keeper Tim Lensen hield de 0. Over de zijkant, weer Björn van de Ven. Van de Ven en dit keer geen voorzet, bereikt niet. De met opgekomen Max Huibrechts, hij stinkt klaar bij de tweede pol. Veel ruimte voor SVC om te voetballen. En weer van de Ven, die vrijgelaten werd. Van de Ven moet de bal dan voorzetten. Moet misschien nog een shot komen, maar duurt dan maar te lang. En van de Ven scoorde al in de eerste helft, maar in de tweede helft Kump had er een paar keer heel dumby, maar vooralsnog geen tweede treffer voor hem. Het is een fraaie actie van de invaller Ayoub Moulay-Rachid. En hij schiet de bal in de korte hoog in de hein van keeper Denissen van Sint-Odiliënberg. Weer balverlies van de gasten. En heel snel de route gekomen. Van de Ven kan dan doorlopen. En weer de redding. Ja. En dus is even de frustratie door Biespits Björn van de Ven. Hij wil Geer nog een doelpunt maken. Maar het zit hem in die tweede helft niet met. De corner wordt weggekupt dan. Maar komt dan uiteindelijk toch nog bij Glenn Huibrechts. En hij probeert, gaat heel vrij. De bal zeilt over de goal.
Berg en de tegenaanval. Bal in de 16 binnengebracht. En even alle hands aan dek bij SVC 2000. En dat is het, ondanks de aanvalsgolven stijden toch nog maar steeds 2-0. En als Berg dan scoort, dan komen ze zomaar heel dumbie. En dan komt het shot en op de pol. Dirk Verbeek kreeg de bal daarneden. En dit keer heel veel geluk voor Tim Lentzen. Anders was dat de aansluitingstreffer geweest en was de wedstrijd zomaar weer spannend geworden. En dat mocht SVC 2000 zich aanrekenen. Ze hadden natuurlijk al veel langer de voorsprong moeten te bouwen. Want de kansen zijn er, zoals hier weer. Prachtige actie, Rashid Moussand. En de kans werd neven geschoten door invaller Ayoub Moulay Rashid. Hij had erin gemogen. En dat denk ik dat de invaller dat ook werd. Weer zo'n diepe bal. Rashid Moussand, 24 jaar. Of een hele goede zaalvoetballer trouwens, en dat is te zien. Sterk in de ruimte, stuurt de verdediger het bos in, de voorzet en de treffer. Daar is er dan uiteindelijk wel 3-0. Het is aanvoerder Max Huibrechts, die volgens mij al de hele wedstrijd bij de tweede pol klaarstond om een doelpunt te maken. Dit keer kreeg er wel de bal. En de felicitaties zijn natuurlijk voor Rashid Moussand, die heel goed doorzoot en een fantastische voorzet aflevert. Nadat er de verdediger van Berg het bos in aangestuurd. 3-0 de tussenstand in de wedstrijd SVC 2000 tegen Berg. En dan is de wedstrijd gespeeld. En kan er nog een extra doelpuntje komen? Misschien niet. Ja, oh, fraai afgemaakt. Het stiftje is van Steven Marijn. Nou weer een fantastisch paasje van Rashid Moussand. De SVC op sleeptouwnump in deze wedstrijd. Ik nog maar eens goed gewacht. En het stiftje is gewoon heel vrij afgemaakt. Keeper Denissen van Sinderdilienberg is kansloos. 4-0 is de score. Kindberg dan toch nog de ene treffer maken. De eretreffer misschien. De kopbal is goed. En een redding. En komt er nog een voortje daartegen? Nee, ook Jonathan Hermans kan er niet bij. En zo eindigt de wedstrijd in een 4-0 overwinning voor SVC 2000. En dat hij ook 8-0 kunnen zijn als SVC zuiniger om was gegaan met de kansen. Maar het klassenverschil was erg groot vandaag. En Berg weet dat deze ploeg een muntje te groot voor haar was. Op basis van deze wedstrijd zou SVC dus wel degelijk met moeten doen voor de prijzen dit jaar. 4-0 overwinning, ja, zo kan ze de competitie wel beginnen. Ja, ik vond het toch wel een slechte pot als ik eerlijk ben. Van ikzelf goed of tegenstander bood weinig van zijn. Dat ook. Hadden we ons ook al op ingesteld. Dat vroeg vol erop moest kletsen en snel afsteun nemen. Toen hadden we even zingen lang 2-0. Ja, en daarna nog goed gelopen. Maar ja, als het 2-0 bestond, dan een gek Belgen met die lange man van hen. Ik kan ook lastig zijn, maar ja, we moeten die Belgen weer erin shitten gelijk. Zoveel kansen gehad. die moeten er echt in. Dus we kunnen weer trainen daarop. We zitten inderdaad wel in de tegenstander. Ja, kom uit de vierde klasse. Je komt van een trap hoger. Dus ja, dat niveauverschil was ook wel duidelijk. En die andere wedstrijden zult je misschien ook wat meer tegenstand kunnen verwachten. Denk je net? Ja, dat heb ik ook. Vandaag is het wel heel makkelijk. Maar dan kregen we meer tegenstand. En dan moeten die bel erin. Dan kreeg ze misschien veel van die kansen. En dan moeten er twee plekken. En nu kreeg ze er 15. Dan zitten er 4 erin. Ja. Maar volgende week Rios. Nou, als ze 4-0 winst, dan kunnen ze eigenlijk niet ontevreden zijn. Nee. En het feestje op een vereniging nu vandaag, dus we kunnen nog genieten. En dadelijk een sponsor ook nog, dus we zijn helemaal tevreden. Ik heb voor de wedstrijd even met die trainer gekald. En hij zei al van, ja, we moeten gewoon even dit seizoen gaan kijken hoe we eindigen. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, SVC moet eigenlijk gewoon bovenin kunnen eindigen. Wie vindt u dat? Dat hebben we binnen de groep ook afgesproken. Dat zijn bovenin 4 prijzen, geloof ik. 1 kampioen, 3 periodes. En één van die 4 moet er 4 zijn. Klaar. Ja. We gaan er daar wachten. Dankjewel. Ja, is goed. Dankjewel.